Hoi en superleuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Juf Marijke van het YouTube kanaal Geflipt en vandaag ben ik bij de Goochemaard. Zoals jullie misschien wel weten is het deze week de Week van het Geld. En jullie hebben meegedaan met lessen die zijn ontwikkeld door ASR en FC Utrecht. En omdat jullie zo goed je best hebben gedaan, hebben wij speciaal geregeld dat ik een challenge ga doen met een hele goede voetballer. Ik ga naar hem op zoek. Ja, je ziet hem al staan. Het is de enige echte Tommy Santiago. Hallo allemaal, Tommy Santiago hier. Hey, leuk dat je er bent. Wij gaan vandaag echt een heel tof spel doen. We doen namelijk het spelletje Truth or Dare. Ken je dat? Kijk, dat ken ik zeker. Dat is doen of waarheid. Heel goed. Nou, voor wie het nog niet kent, Tommy heeft steeds twee opties. Of hij kiest Truth, ja, dan moet hij dus de waarheid spreken. En even tussen ons, ik heb best wel gênante vragen voorbereid. En bij Dare moet hij een opdracht uitvoeren of een vraag beantwoorden. En het leuke is, de kinderen kunnen dus ook meedoen. Die drukken even op stop en daarna weer op play. En dan kunnen jullie gewoon weer verder kijken. En als we het hebben over play, it's time to play. Ja, oh kijk, zo is dat. Dit gaat nu wel goed. Wat ga je eerst kiezen, Truth or Dare? Dus voor mij maar eerst een Truth. Heb jij, Tommy, wel eens een financiële tegenvaller gehad? Oftewel, ben je wel eens per ongeluk geld verloren? Ben ik wel eens geld verloren? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik niet echt geld verloren ben. Ik denk dat ik altijd wel na heb gedacht over het feit wanneer ik iets ga uitgeven. En daar denk ik altijd twee keer over na en of ik me dat kan veroorloven. En eigenlijk ben ik nog niet grote tegenvallers tegengekomen, gelukkig. Goed, man. Dan gaan we naar de volgende opdracht. Ik kies even voor jou, ja? Ik zeg, we gaan naar Dare. Dan doe ik een Dare. Oké, heb je deze vraag goed? Dan moet je even een voetbaltrick laten zien. Oh jee. En als je deze vraag niet goed hebt, ja, dan wordt het wel gewoon een rondje om het veld lopen. Even bewegen. Is goed, moeten we dan maar doen. Oké. Wat is een valuta? A, een euro. B, een betaalmiddel of een geldeenheid. Of C, ja, dat zijn inkomsten. Valuta, daar ga ik toch voor B. Oh, yes! Nou, ik zeg, laat die trick maar zien. Ja, daarom. Oké, komt de truc aan. Dat was hem. Oké, truth or dare? Truth. Oké, je weet dat je dan altijd de waarheid moet spreken. Ga ik doen. Tommy, wat is je pincode? Mijn pincode, die kan ik helaas niet vertellen. Dat moet ik een beetje geheim houden, want stel er komt ooit een dief of iets. Ja. Die mijn pinpas wil gaan pakken, dan kan het zijn dat hij het nu zou weten. Ja. Dus daarvoor heb ik dan een goede tip. Namelijk aan ieder cijfer van een woord zou ik het aantal letters daaraan koppelen. Ja, dus bijvoorbeeld ik ben doel Tommy. Dus dan kan het bijvoorbeeld zijn is dan 2 letters. Ben is 3 letters. Doel is 4 letters en Tommy is 5 letters. Dus dan heb je pincode 2, 3, 4 en 5. Wow, en dan kan je het super goed onthouden natuurlijk. Kan je het goed onthouden, zo is dat. Ik vind jou echt slim met geld, wist je dat? Oké, nou dankjewel. We gaan door naar de volgende. Is Truth goed, or dare. Dan wordt het een dare. Hoeveel procent van het totaal aantal geld bestaat uit muntjes en briefgeld? Is dat A, 8%? Dan moet je zo meteen met je linkerbeen oog houden. En is het 21%, dan moet je met je rechterbeen hoog houden. Oeh. Dan ga ik toch voor, dan moet het wel een A denk ik. 8%. Goed man, ja dan mag je links. Met links? Vraag ik je nu iets heel erg? Nee, zeker niet hoor. Dat moet goed komen denk ik. Dat is misschien al beter. Ja, dit is top. Top man. Kijk. Ja, tijd voor een goed gesprek. Als ik jou vraag, de volgende truth vraag, wat heb jij de afgelopen maand uitgegeven? Is het dan A, dat weet jij precies, dat hou jij bij. B, nou, ongeveer weet ik het wel. Of C, ik heb echt geen idee. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik denk C, dat ik het niet precies weet van de afgelopen maanden. Maar ik ben deze week wel begonnen met het maken van een begroting. Oh, wat goed.
daarmee weet ik precies hoeveel er binnenkomt en hoeveel ik ook kan uitgeven. En uiteindelijk hou ik dan een bepaald budget over wat ik kan gaan sparen. Of wat ik daar of misschien iets anders mee wil gaan doen. Hey Tommy, ik heb nog één hele gênante vraag. Okay. Ja, ik vind het heel gênant om te stellen, maar ik ga het toch doen. Ben jij rijk? Rijk? Rijk met geld? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Nee, ik vind pas als je rijk bent dat je, als je onafhankelijk, financieel onafhankelijk bent. Dus dat je eigenlijk niet meer hoeft te verdienen om tot je pensioen bijvoorbeeld uit te zitten. Maar daarnaast vind ik wel dat je wel rijk kan zijn met de naasten om je heen. Ja. En dat hoeft niet per se met geld te zijn. Dus daarmee ben ik wel zeker rijk. Maar moet ik zeggen dat het bij Utrecht gewoon goed zit hoor. Mooi, mooi. Nou, dan is er nog één der. En je weet dat je een der altijd moet doen, hè? Ja, dat moet ik doen, ja. Geef me 40 euro. Dat heb ik niet bij me, helaas. Oh, maar oké. Was wel leuk geweest. Ja, was wel heel leuk geweest. En anders weet ik ook niet of ik het had gekregen. Dan had ik hem in mijn portemonnee iedere keer gedacht, oh, dit is die van Tommy. Maar als je 40 euro krijgt, wat is dan handig om mee te doen als kind? Je krijgt 40 euro voor je verjaardag. 40 euro voor je verjaardag. Het ligt aan of wat iemand wil op dat moment. Ja. Misschien is het goed om niet in één keer je geld op iets uit te geven wat je wilt. Maar misschien als je het twee keer kan betalen. Dus bijvoorbeeld als je 80 euro hebt gespaard. Ja. En dan kan je 40 euro wel sneller betalen omdat je ook weer een beetje geld overhoudt. Ja. Dus misschien is dat een hele goede tip. Goeie. En je kan het ook altijd natuurlijk op een spaarrekening zetten. Krijg je ook nog rente erover natuurlijk. Zeker. Dat is niet heel veel, maar Tommy, ik heb nog één vraag. Nog één vraag. Wil jij zo die bal waar jij die mooie trucjes mee hebt gedaan even signeren? Want ik denk dat heel veel kinderen die wel willen hebben. Is goed. Oh, yes, yes. Kijk. Gaan we die signeren. Niet te hard, hè? Ja, en hier hebben we natuurlijk een prijsvraag aan hangen. De klas met de beste gouden tip om goed om te gaan met geld, die wint deze gesigneerde bal. Superleuk dat je hebt gekeken. En je weet het hè, goed omgaan met geld is goud waard.